Misschien zijn ze u te koop aangeboden. Een grote hoeveelheid herengeuren. Dan moet er een alarmbelletje gaan rinkelen, want die kunnen wel eens gestolen zijn. Dat gebeurde in winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein. Dit is een foto van de Easy Paris daar. De ravage is het gevolg van een nachtelijke shopsessie in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december. Rond 3 uur breken 2 mannen de deur open en stormen de parfumerie binnen. Ze lopen rechtstreeks naar de afdeling herengeuren. Alles verdwijnt in hun grote sporttassen. Ondertussen zijn er hulptroepen onderweg. Voor de ingang verschijnen 2 mannen op scooters. Eén van hen vindt het allemaal niet snel genoeg gaan. Maar het inladen is in volle gang nog, dus loopt de wat nerveuze bestuurder van de scooter wat doelloos door de winkel, om uiteindelijk toch maar even te helpen. Eenmaal buiten laat hij duidelijk merken dat de 2 moeten opschieten. Maar eerst moeten alle tassen zo vol mogelijk. En dat is best zwaar. Met al die flesjes parfum en crèmes ter waarde van meer dan 10.000 euro gaan de 4 ervandoor op de scooters. De parfums zijn onder meer van de merken Armani, Dior, Bruno Banani, Paco Rabanne, Guess en James Bond. En verder namen de inbrekers ook crèmes en deodorant mee van Clinique en Biotherm. Misschien zijn die spullen aangeboden door deze mannen. Wie heeft er tips over de man met het regenpak en de rode handschoenen? Of de man met de donkere bodywarmer. Er zit een logo op zijn linkerborst. En let op zijn grote sporttas. Het is net niet te lezen wat erop staat. De politie wil heel graag weten wie de tekst op de tas herkent. Ze werden geholpen door deze wat zenuwachtige man op zijn scooter. En ook deze man hielp de inbrekers vluchten met zijn scooter. Wie zijn de mannen die begin december de Easy Paris in Nieuwegein voor meer dan 10.000 euro hebben gedupeerd? Bel 0800 60 70. Heeft u alleen een tip over bijvoorbeeld de sporttas of andere kleding, dan kunt u ook makkelijk een tip doorsturen via een digitaal tipformulier op de site.